hij zocht op zijn beurt. Van Aken dan Clinton Matta. Die moet nu mee rennen met João Cancelo. Hij komt te laat. Cancelo tegen de paal. Brugge door een klein gaatje weggelopen. Ontsnapt. Duel met de Vormer. Bernardo Silva tot bij Mahrez. Nieuwe kans voor Foden misschien. Zet hem voor doel. Simon Mignolet haalt de voorzet eruit. Mahrez. Wie stopt hem af? Iemand moet het wel doen. Daar is Cancelo opnieuw. Harde voorzet. En erin gelopen door Foden. Dit was een driekwart minuut. Manchester City met een bal tegen de paal van João Cancelo. En een doelpunt van Phil Foden. Alles werd ingeleid door een geweldige trap van hem tegen de paal. Hier is de Ketelare. Die legt hem klaar. Van Aken. En Ederson zweeft die bal weg. De Ketelare weer. Ja. En een on-goal. Het is 1-1. Hans van Aken in de buurt. Maar een on-goal van John Stones. En zo is het meteen weer 1-1. Knotsgek. Die gedraait de Ketelare. Hij durft natuurlijk. En Ederson plat. Dat moet hij toch ook zien. Wel Cancelo. Die opnieuw iets opzet. Daar is Volk. Daar is het doelpunt. Daar is Mahrez met zijn zesde. Alles opgeteld tegen Club Brugge. En dan is het toch ineens 2-1. Rodri. Gundogan. Opnieuw Gundogan aangespeeld door Foden. Daar zijn ze. En daar is Sterling. En dan is het 3-1. Maar het begint met die bal van Sobol. Hij kan hem gewoon rustig terugspelen op Mignolet. Hoeft daarvoor de bal niet over de zijlijn of over de doellijn te laten gaan. En overname en versnelling nog. Eindschot niet. Nu wel van Jesus. En die legt hem nog slim binnen. Met zo'n flauw draaiballetje.